In maart 2020 ging Nederland voor het eerst in een lockdown. Nu, een jaar en vele regels later, kunnen ondernemers het hoofd nauwelijks nog boven water houden. Er zullen creatieve ideeën moeten worden bedacht om alsnog inkomsten te kunnen genereren. Ik ben benieuwd hoe kledingwinkel Zo Hip uit Warmehuizen dit doet. Nou, wij zijn Zo Hip. We zitten in Warmehuizen en we verkopen dames- en herenmode, leuke accessoires en dat soort dingen. We zijn een dorpswinkel, dus in principe hebben we wel alle leeftijden in volwassen kleding, zeg maar. We hebben wel een wat stoerdere stijl. We zijn ook wel echt een denim-achtige winkel en wel mooie en wat stoerdere kleding. Hoe heb jij afgelopen jaar beleefd, corona, in jullie winkel? Het is natuurlijk echt een ontzettend gek jaar en er gebeurt natuurlijk ook echt iets waarvan je gewoon nooit had kunnen denken dat dat ooit zou kunnen gebeuren. Ik bedoel dat iemand gewoon zegt van je moet je deuren dicht doen en het enige wat je nog mag doen is huur betalen. Dat is natuurlijk enorm schrikken. Dus mijn rug was op een gegeven moment wel een beetje een betonplaat geworden. Maar op zich heb ik wel gemerkt, wij bestaan 11 jaar en we hebben een hele grote vaste klantenkring die, zoals ik dat gevoeld heb, zeg maar, echt niet willen dat we straks, zeg maar, niet meer bestaan. Onze klanten hebben ons hier wel echt doorheen getrokken, zeg maar. Social media, is dat van groot belang in jouw bedrijf? Ja, maar wij hadden al een heel goed Instagram-account, heel goed Facebook-account met heel veel volgers en een goede nieuwsbrief. Dus dat is onze redding geweest. Elk shirtje wat binnenkomt gaan we filmen. Alles wat we hier in de winkel doen gaan we filmen. We gaan mensen echt het gevoel geven dat ze gewoon aan het winkelen zijn. Hoe was het de eerste klant weer in de winkel? Feest. Echt feest. Ja, echt fantastisch. Je mag weer shoppen. Hoe vind je dat? Ja, super. Heel veel zin in, ja. Heb je het gemist? Ja, onwijs. Ik had echt heel veel zin om gewoon weer even lekker tussen die kledingrekken te lopen en... gewoon zin in te shoppen. En naar wat ben je vandaag op zoek? Ik heb echt heel veel zin in voorjaarskleding. Ik heb een lekkere lichte jeans. En eigenlijk gewoon weer wat fris voor het voorjaar. En wat vind je? Nou, de broek is sowieso goed. Ik denk dat het een raak is eigenlijk. Mijn favoriete items op dit moment, de mode is echt heel frivol. Dus zoals je hier ziet, leuk zo'n blouseje. Dit zijn ook echt de kleuren die je van de zomer heel veel gaat zien. En wat ik ook heel leuk vind, wij zijn natuurlijk echt een denim winkel, wat stoerdere winkel. Is de nieuwe denim mode. Dit is dan echt een beetje zo'n ballonachtige broek. Dus wat hoger in de taille, wat wijder, echt een beetje stoer. En dat zou ik dan zeg maar dragen zo met een zo'n frivol blouseje erop en leuke stoere sneakers of hakken. Als klanten willen shoppen bij jou, hoe kunnen ze een afspraak maken? Nou, ze kunnen naar www.zohip.nl en dan krijg je eigenlijk meteen bovenaan in de site krijg je de planner, kan je aanklikken. Deze week dus nog 2 personen per uur en na volgende week wordt dat dus meer. Dus wordt het ook weer makkelijker om een afspraak te krijgen. Veel plezier ervan.